Welkom bij deze video over slim lesgeven in 90 seconden. Mijn naam is Katje van Wel. Ik ben leerkracht in het speciaal basisonderwijs, onderwijskundig ICT'er en Microsoft Innovative Educator Expert. In deze video laat ik je zien hoe je een PowerPoint kan delen tijdens je online les of vergadering en tegelijkertijd je leerlingen en eventueel de chat in beeld kunt zien. Wanneer je je scherm deelt, kies je voor de laatste optie, PowerPoint, en dan opent de presentatie zich in het huidige Teams-venster. Wanneer je notities hebt gemaakt, zie je die als presentator ook gelijk in beeld en je kunt door je dia's heen scrollen en bijvoorbeeld wat overslaan als je dat zou willen. Tijdens het presenteren blijven de deelnemers onder in beeld en kan je zien wie een handje opsteekt of de vergaderchat blijven volgen. Zijn er meerdere presentatoren in de meeting, dan kan die ook deze PowerPoint bedienen. Wil je stoppen met presenteren, dan klik je hierboven op presentatie stoppen en dan wordt de presentatie voor iedereen beëindigd. Doe er je voordeel mee! Help jij je collega's ook met slimmer lesgeven? Deel snel deze video met ze. Wil je nog meer tips krijgen? Ga dan snel naar het YouTube-kanaal van EduTrainers en abonneer je. Stap voor stap. Digitaal, didactisch vaardig met EduTrainers en Microsoft. Tot de volgende keer!